Vandaag zijn we hier op de cultuurdagen van de Canon Cultuurcel van het ministerie van Onderwijs. En dat is een vaste prik elk jaar waar de toekomstige onderwijzers in een bad van cultuur, van de kunsten worden gegooid. Elk jaar mag ik daar deel van zijn met een van onze projecten die wij door het jaar maken. Zoals nu vandaag hier gepresenteerd werd, onze samenwerking met Open School Antwerpen, dus anderstalige nieuwkomers. Goedemorgen, mijn naam is Stefan Perceval. Ik ben acteur, regisseur en sinds 6 jaar nu, binnen een paar weken, directeur bij Het Gevolg in Turnhout. Daar maken wij theater met wat ze in de maatschappij noemen de kwetsbare doelgroepen. Dus mensen die in armoede leven, kinderen en jongeren in moeilijke thuissituaties of met een problematiek, drank, drugs. Maar wij kijken dan achter de muur. En wij luisteren naar hun verhaal. Je krijgt klassen voor u. Je kent die leerlingen heel vaak maar alleen van tijdens je les. Maar je weet niet wat er bij hun thuis omspeelt. En ik denk dat dit stuk dat wel toonde, dat zoals ze zei, een koffertje waar dat iets in zit, dat leerlingen dat ook kunnen meedragen. Ik ben zelf geboren in een gezin. Mijn ouders die fietsten van het een faillissement naar het ander. Dus ik was niet goed. Ze hebben voor mij speciaal in Sint-Eduardus een B-klas in het vierde jaar opgericht. Enfin, ik was wel goed in één ding en dat was in gedichtjes opzeggen. Want ondanks dat mijn moeder een zware depressie had, had ze wel een gevoeligheid voor taal. Als wij een gedichtje moesten leren voor school, dan zat ze met haar ogen toe aan de keukentafel en dan zei ze, allee, zeg het eens op. Nicolaas Eduard Ramanas. Nee, dat is niet goed. Als je dat zegt, dan moet je dat zien. Maar goed, ik wist één ding. Ik wilde een acteur worden. Ik wilde iets gaan doen met die taal. Dus ik ging naar de studio Herman Terling. Ik dacht, dit is niks voor mij. En toen kreeg ik gelukkig les van Wannes van de Velde. Die Wannes die zei tegen mij, luistert maat, daar moet je gaan niet mee bezig zijn met dat. Met die grootsheidswaanzin. Hij zei, ga moet bezig zijn met wat er achter de muur is. Hij zei, als ik een liedje schrijf en ik loop door een straat en op het einde van die straat is er een muur. Wat zit er achter die muur? Wat zit er achter de muur? Say my name, say my name. You're acting kind of shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say maybe I love. Ik moet zeggen dat op de manier dat Stefan met zijn ploeg het hier heeft gebracht, dat mij dat doet inspireren om zeker verder te kijken naar wat mijn leerlingen komen te vertellen in de klas. Het feit dat personen hun eigen verhaal konden vertellen op hun totaal eigen manier, met hun eigen emoties en hun eigen interpretaties, vind ik eigenlijk echt heel, 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 heel mooi. En ik werd acteur. Ik ben begonnen bij Victoria in Gent. En heb ik ondertussen ook 15 jaar voor het Paleis in Antwerpen stukken geschreven en geregisseerd. En dat waren allemaal heel moeilijke stukken. En wat bleek nu? Dat die abstracte moeilijke stukken die sloegen heel goed aan bij kinderen uit het technische en beroepsonderwijs. Ik ging naar het VTI in Kontich. En uit de vele vragen die ik dan stel, komen vele antwoorden en er komen vele beelden uit. En met die antwoorden en die beelden maken we een scenario. Die jongens van het vierde jaar Hout,
Die hebben toen, ondertussen bijna 16 jaar geleden, die voorstelling gespeeld. Wij heette dat, met een vraagteken. En die mannen live op het journaal, want dat was nog nooit gebeurd. Met zogezegd hopeloze jongeren theater maken. Meneer Perceval, waarom doet u dat? Omdat ik erin geloof! Omdat ze prachtige verhalen met zich meedragen. En wat bleek toen? Dat daar een enorme nood aan was. Want er kwamen allemaal leerkrachten naar kijken, of die schooldirecties, of mensen uit andere instituten en scholen. En die zeiden, amai, Stefan, kun jij dat bij ons ook komen doen? Je hebt in je klas heb je kinderen. Kinderen die thuis schilderen of die naar een schilderij kijken of die muziek luisteren of die naar een theater gaan kijken die een verhaal hebben. Ik denk als je wat zij meemaken en hebben en leven en beleven gaat uit je klas houden, ja, dan hou je de kinderen die in je klas zitten uit je klas. Dus daarom vind ik cultuur en ook het beleven van cultuur in de klas zelf en daarover kunnen spreken met je leerlingen, met je leerkrachten, met elkaar, vind ik gewoon echt heel belangrijk. Cultuur is het deeg, niet de slagroom. Het is de essentie, het fundament van onze samenleving. Door eigenlijk te zien hoe essentieel dat er is, hopen we dat studenten eigenlijk als leraar misschien wel de changemakers gaan zijn die anderen wel de kans geven om hun talent te tonen. En toen heb ik die mensen allemaal uitgenodigd van armoedeorganisaties in de buurt, van een school voor anderstalige nieuwkomers, basiseducatie. En ben ik met hen beginnen werken. En vragen gesteld. En beelden gemaakt. En voorstellingen gemaakt. Toen was er ook de Brent. Ik had met de Brent ook een project gedaan in bijzonder onderwijs. En met de steun van de Canon Cultuurcel trouwens. Dat is wel superhandig. Weet je? Die subsidiëren dat dan. Die Brent die zat in een rolstoel. Alias de leven. En dus na zo'n project zei hij, ja, Stefan. Ik zou eigenlijk voort willen met toneel. Ik zeg, weet je wat, ik heb toch een groep met mensen met een beperking in Leopoldsburg. Ik zeg, kom na afloop van de repetities, kom naar daar en dan werken we aan een monoloog. En toen zat ons boekingskantoor in de zaal en die zei, want dat is een zakenman, Stefan, iedereen moet dat zien. Had hem dat toch verkocht, zeker? 35 voorstellingen, voornamelijk schoolvoorstellingen, voornamelijk voor technisch en beroepsonderwijs. Weet je wel? Ja, al uw vooroordelen maar boven. Hè? Komen binnen, veel te veel lawaai. Dat je denkt, wie slag ik hier? Hier is toe het gebied. Maar dat was altijd een mirakel, want een Brentje kwam dan op. En werd het muisstil. En dan speelde hem die best wel filosofische tekst. En hij kreeg altijd een staande ovatie. En toen zei hij ook, ja, Stefan, ik wil niet meer terug naar het bijzonder onderwijs. Ja. Op het moment dat die koffers vielen, had ik echt het gevoel dat er een last van je schouders was gevallen. En dat moment zat ik altijd, ja, zal ik mij wel bijhouden, omdat dat gewoon zo duidelijk was. En je voelde het zelf in de zaal ook van, dat is een last dat wegvalt. In mijn koffer zitten mijn lieve kinderen. Mijn koffer zit woorden van levenswijsheid. In mijn koffer zitten alle mijn diploma's. Die koffers, ene moment is dat de last, andere moment is dat hetgeen wat ze gelukkig maakt of wat ze nog hebben. En ja, dat was hetgeen echt heel aangrijpend, mooi. En ook die een beetje humor daarin, dat maakt het heel aangrijpend en mooi. Heel veel van de mensen die hier komen kijken, voor hen is een wereld van kwetsbaarheid heel vaak een heel onbekende wereld.
En toch is dat een wereld waar zij straks enorm mee gaan geconfronteerd worden. Want dat is vaak nog een ver van mijn bedshow. Terwijl ik denk, straks staat dat naast uw bed. De Brentje komt bij ons beginnen, in het gevolg. Een contract voor 2 jaar. En hij zat daar zo en hij zei, ja, Stefan, wat zou jij er hummen dat ik kan zo? Ik zeg, ja, Brent, ik zou graag hebben dat je kunt stappen. En nog diezelfde middag kwam de Brent voorbij met 2 bezemstelen. Hij liep op met zijn 2 bezemstelen. Ik droom. Een onmogelijke droom. En dan gooide hij zijn stokken weg. En dan stapte hij. Ik heb de laatste voorstelling gezien, want toen pas kwam zijn mama kijken. En die zat op de eerste rij. En hij liet die stokken los. En hij stapte zelf. En zijn moeder, die riep... Brent! Ja, ma. Die en Brent, die zit nu op de Hogeschool van de Kunsten in Gent. Waar hij les krijgt van Alain Platel en andere krawaten. En dus als we niet waren langs geweest... En had hij gezegd, hé, er zit meer achter die muur dan dat we zien. Dan had hem nu nog altijd in een rolstoel gezeten. Ik denk het allerbelangrijkste is dat een dergelijke voorstelling verschillende werelden samenbrengt. En waar mij dan nog het meest opviel was hoe die jonge mensen in een lerarenopleiding weet niet alleen te emotioneren, maar ook te laten meegaan in een maatschappelijke problematiek, in het meevoelen met onder mensen zijn. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. En het feit dat dat zo goed lukte op een voorstelling zoals deze, is teken dat het een goede is. En dat motiveert dan een huis als De Singel om zich ook te engageren om dergelijke dingen hier te maken en te tonen. Leerkrachten, dat is de toekomst. Hè. Die werken dagelijks met kinderen die stappen moeten zetten, die zelf een toekomst gaan ontwikkelen, die zelf visies gaan ontwikkelen, die zelf beleid gaan maken later. En dan kan je hen maar tonen dat je niet moet afgaan op een eerste oordeel, maar dat je curieus moet zijn naar wat leeft er. Waarom doet iemand wat hij of zij doet? Daar zit een verhaal achter. Luistert naar dat verhaal en dan gaan we een veel, veel een betere wereld hebben. Jullie hebben ook allemaal een verhaal dat jullie willen vertellen, dat nu nog achter de muur zit. En als je straks voor de klasse staat of mee aan het helpen bent om kinderen en andere mensen beter te maken, ik mag hopen dat dat toch een doel is, dat je de wereld een klein beetje beter wilt maken, kijk dan achter de muur. En blijft niet hangen op dat pedagogisch-medisch rapport waar dat ze zeggen, hij is een dromer, hij moet iets met zijn handen gaan doen. Want er zit zoveel meer achter die muur. Dat is de kracht van kunst, dames en heren. En het goeie is dat de Canon Cultuurcel dat ook stimuleert. En dan kunnen ze projecten doen. En het is niet moeilijk. Het is niet mijn scenario. Het is niet bedacht. Het komt uit... wie dat er voor u staat, want er is geen verschil tussen de spelende en de werkende mens en geloof in het verhaal achter de muur. Kijk naar het verhaal achter de muur. Hartelijk bedankt.